Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog bij de kerstboom nog steeds. We hebben heerlijke kerstdagen gehad en nu gaan Sven en ik een hoop doen voor het nieuwe huis. Dus ik neem jullie dit weekend weer mee. Ik heb mijn zwart-witte trui aan, mijn hostische cowboylaarsjes. En Sven is zijn telefoon aan het zoeken. Zit hij niet in je werktas of zo? Een paar jaar. Anderhalf jaar. Heel lang nog. Een paar dagen. We kunnen wel over een paar dagen een keer gaan kijken. Maar er staat nog niks, hè? Dat is wel interessant. Papa wil zijn telefoon vinden. Help! Het is ons dag! We zitten in een auto, maar ons geluid kwam alleen maar keihard en ook niet uit. Het is verschrikkelijk. Eerlijk signaal naar de buitenwereld. Het is echt wel, we hebben nu al praten over oké. Okay. We staan nu ergens buiten, we hebben hem op slot gezet. En hij is nog steeds aan het praten. Oh man. We kwamen in een garage en ook bij Sven en Kwaan. We hadden natuurlijk op een of andere Sky Radio de Christmas Station staan vanwege gisteravond. Maar nou, het schalde de boksen uit. Niet oké, maar hij blijft dus nu aanstaan. Toen had ik op de Q-Music, het was een Duits slagernummer, dus de postbode dacht ook dat het mij niet helemaal goed zijn. Ik vond dat het gesloten in de buurt was. Nee, het gaat niet goed. Yes, hij doet het. We hebben weer normaal geluid. Gehoorbeschadiging verder. Even nooit meegemaakt. We hebben wel gelachen. Goed, we gaan naar Ikea. Overwegen wij ook zo'n nisje. Met de verlichting in de kasten, ja. Voor de rest is het gewoon allemaal mooi. Niels en ik zijn samen aan het lunchen. Heb ik er één? Je hebt er twee en Elin ook. Heb ik er één? Ja, als het goed is heb je er twee, anders heb je er alleen gegeten. Ik ga even Niels honden ook afbreken. En ik ben even Niels in de stad geweest, dat was heel gezellig. Dat was echt heel... Ik aan het kletsen en aan het zien. Hij ging echt letterlijk aan alle bloemen in de bloemenkraam. Of bij alle marktkraampjes langs om de bloemen te ruiken. Maar goed, wel heel cute. En nu zijn we weer thuis, gaan we even naar buiten. Goedemorgen, het is zondagochtend. 11:30 of zo. Ik heb gisteren niet meer gefilmd omdat ik heel beroerd werd. En dat ben ik nog steeds, zoals je kunt zien. Sven is nu de kids naar mijn ouders brengen, want gelukkig kunnen die oppassen, want Sven voelt zich ook niet goed. Sven denkt dat we iets verkeerds hebben gegeten, omdat hij het dus ook heeft. Ja, het is niet de eerste keer deze week dat ik heb overgegeven en de hele nacht een rommelbuik heb gehad. Ik denk eigenlijk dat het gewoon een soort van stap aftreksel is van de buikgriep die heel erg heerst. Maar goed, doet er ook verder niet toe. Weet je, we zien het wel, maar ik voel me echt verschrikkelijk. Ik heb echt niks meer in mijn lijf zitten, denk ik. Het was heel leuk. Maar goed, dat verklaart ook waarom ik niet heel veel heb gefilmd. En ook niet ga filmen. Misschien dat ik nog beter terugkom als ik me beter voel. Voor nu ga ik gewoon op de bank zitten. Ik heb een kop heet water. Ik moet echt niet denken aan eten. Het is echt. Sven had dan ook of ja, wat zouden we dan verkeerd kunnen hebben gegeten? Ik zei, oh, heb het alsjeblieft niet over eten, want het is echt, oh, niet oké. Okay. Maar goed. Het is allemaal niet zo dramatisch hoor, maar ik ben gewoon. Ik ben echt in tijden niet zo misselijk geweest. Maar goed. Maakt niet uit. Weet je. Ik vind ook echt ziek zijn en pijn, ik kan het allemaal best wel handelen, maar misselijkheid en overgeven vind ik echt verschrikkelijk. Dat is echt het ene. Verder denk ik echt, heel veel andere dingen kan ik handelen, maar dat vind ik echt vreselijk. Dat doet verder niet toe. Ik ga nu gewoon in deze houding op de bank zitten. Ik kon vannacht ook maar echt in één houding slapen, want anders ging het ook mis. Nou, helemaal stijf. Goed, genoeg geklaagd. Ik hoop jullie later maar even te zien. Goedemorgen, het is
dinsdag, oudjaarsdag, en we zijn weer herrezen. Gelukkig, ik zit nog wel even aan een beschuitje. De afgelopen dagen alleen maar beschuitjes met smeerkaas en vast haar op. Beschuitjes met smeerkaas en bruine bolletjes en bouillon. Dat was het een beetje. En apple juice. Maar goed, dat maakt niet uit. We zijn er weer. De kerstkilo's zijn er af. Niet dat die eraan zaten. Ja, vandaag is het oudjaarsdag. Dus ik dacht, ik heb jullie vandaag nog maar een extra dagje mee. Want anders was het al een hele saaie vlog, hè. Niels zit lekker naast met de Lego'en. En Elin die was 6 uur wakker. Heel vrolijk. Maar ja, was natuurlijk veel te vroeg. Dus die was vervolgens echt helemaal lijp. Ongeveer een half uur geleden heb ik haar terug in bed gelegd. Ik dacht, dit is niet oké. Dus die ligt echt te slapen. En wij gaan vandaag maar naar naartoe, Niels. Naar de Elsa film. We gaan naar Frozen 2 vandaag. Dus dat wordt gezellig. Ja. Dus ik neem jullie mee. Nou, na een wat onrustige start is Hermeline ook weer helemaal blij. Zij was echt heel veel wakker vanmorgen. En wij dus ook altijd fijn zo op oudjaarsdag. Ze werd heel vrolijk wakker, maar daarna was het niet meer zo gezellig. En uiteindelijk dacht ik ook, ja, zij is gewoon nog te moe. Dus toen heb ik er om 7:30 weer in bed gelegd. Ze was om 6 uur wakker. 7:30 weer in bed gelegd, woedend. Maar echt na 1 minuut sliep ze. En het is nu 8:45, we hebben er net wakker gemaakt. Dus zometeen ga ik naar mijn beste vriendinnetje toe. En onderweg drop ik mijn vader met de kids bij de bibliotheek. Want de boeken moesten verlengd worden. Dus dat leek mij mooi. Manier om te combineren en haar kind is er niet, dus toen dacht ik ook van nou, dan gaat Niels ook niet mee, dan gaan ze gewoon lekker met z'n allen naar de bieb, vindt ze altijd heel leuk. Dus gaan ze lekker naar de bieb en dan haal ik ze op de terugweg weer op en dan gaan we naar huis even lunchen en dan gaan Niels en ik dus naar de Frozen 2 film en Helen gaat met mijn vader naar het Nijntje Museum, dus ze hebben een hele leuke dag voor de boeg eigenlijk. Ik ben heel blij dat ik me weer beter voel. Gisteren ging het ook al beter, maar gewoon nog heel slap. Maar vandaag ben ik weer, maar ik hoorde dat dus nu mijn nicht het ook heeft met haar hele gezin en haar ouders. Echt de hel als je ouders ook ziek zijn, terwijl jij echt gewoon... En je kinderen. En mijn broertje was op windsport met zijn schoonfamilie. Daar had ook iedereen het. Dus het heerst gewoon mega. Maar goed. We zijn er weer vanaf. Dus dat is fijn. Ik ga even een beetje opruimen en dan gaan we lekker naar buiten. Het ziet er een beetje nat uit. Dat is jammer, want ik heb net mijn haar gewassen. Dit is de nieuwe jas. Helemaal leuk. Van de Zara in de Sale. Daar zijn opa en Elin. Dan gaan we naar huis fietsen. Ja. Het is inmiddels al heel erg oudjaarsavond. En mijn ouders waren hier. Dat wil zeggen, mijn vader zou komen, maar die is ziek geworden. Lang leven dat we allemaal buikgriep hebben. Dus mijn moeder was hier wel eventjes, maar die is nu... naar huis, dat ze in ieder geval voor het vuurwerk thuis is. Dus we hebben lekker spelletjes gespeeld. De jonge heer werd wakker en die hebben we hier even lekker laten crashen. En die wil straks even mee naar buiten. Dus we hebben een vuurwerkbrilletje en dan nemen we hem mee naar buiten. Voor het vuurwerk. Happy New Year! Proost jongen. Happy New Year! Dat het een prachtig, fantastisch en geweldig 2020 mag worden. Gezond, blij en gelukkig. Onze derde daarvoor.
Papa. Dat dan 600 keer. Dat gaat natuurlijk een keer gruwelijk mis. Maar ja. Zie mij, hè? Ze stopt ook niet. Oh, ja. Wow. Even wat boven mijn ogen weghalen. Ze ligt trouwens nog te slapen. Het is 9 uur volgens mij. Helemaal weer heel vroeg wakker. Die wordt natuurlijk zo meteen weer veel te moe. Maar het is helemaal niet tussen haar open. Normaal wordt ze echt gewoon half zo wakker. Maar goed. Wacht, ik ga die even neerzetten. Maar ja, weet je, dan kan ik ook niet echt meer slapen. We hebben nog wel een tijdje geprobeerd. Maar goed, hij werd ook wakker. En uiteindelijk zei ik, joh, ik ga er wel uit. Als jij dan mij morgen even wil laten liggen. Dus dat is nu de deal. Maar ik wil niet voor het deal lang zo blijven liggen. Ik ga make-up maken. Weet ik het niet. Nou, mijn hele schema qua vloggen is verdwenen. Omdat ik, nou natuurlijk met ziek zijn en zo, is het allemaal niet helemaal zo gelopen als ik wilde. Maar goed, dat maakt het niet uit. Het is nu vrijdag. Dat betekent dat ik zo ga beginnen aan de nieuwe vlog. Ik heb zo met de meiden van de zwangerschapsclub, zeg maar, van toen ik zwanger was, van Niels afgesproken. Heel gezellig. En misschien straks nog even mijn beste vriendinnetje, maar dat weet ik niet. Morgen komt de beste vriend van Sven met zijn dochtertje en zijn vriendinnetje. Dus het wordt gezellig. Of zijn vriendinnetje, zijn dochtertje en zijn vriendin. Maar goed, dus het wordt een gezellig weekend. Maar dat voor in de volgende... Wat zeg je, Rut? Wat zeg je? Nee hoor, liever, doe ik zo. Doe ik zo, ja. Maar goed, volgens mij is het gewoon een hele warrige vlog geworden. Ik hoop dat die wel leuk was. Ik heb echt geen idee meer. Ik wil je in ieder geval een hele fijne dag wensen. En ik zie jullie heel graag volgende week bij weer een nieuwe vlog. Dankjewel voor het kijken. Doeg!